een kenniscentrum en een herdenkplaats om het verhaal van de Polen van toen niet te laten vergeten. En we hebben dus nog 4 weken. We zijn nu met de inrichting bezig. Het gebouw aan de buitenkant is helemaal gereed. Volgende week gaan ze verder de wegen en het groen buiten aanleggen. Het is nu nog zaak dat we proberen het binnenwerk en de hele museale inrichting voor 31 maart af te ronden. De letterlijke en figuurlijke binnenkomer is deze wand met foto's van de bevrijding van Breda. Ja, je staat gelijk 75 jaar terug in de tijd, hè? Ja, dat klopt. De foto's zijn allemaal genomen bij de bevrijding in 1944 op 29 of op en rond 29 oktober. En het is een uniek stukje fotografie in de vorm van betonprint als, als ode aan de bevrijders van toen. Ik word wel nieuwsgierig. Zullen we eens binnenkijken? Ja, ik neem u mee naar het gebouw van binnen. Een beetje donker. Ja, we hebben gepoogd om de architectuur van het gebouw en laten we zeggen de inrichting echt als een memorial te laten zien. Een gedenkplaats, eerder dan een museum. Ja, dit is eigenlijk veel meer een kenniscentrum en een herdenkplaats waarbij we de verhalen van de Polen, dat zie je ook in de inrichting, zijn veel verhaallijnen gemaakt, de boodschap van toen willen uitdragen naar de toekomst. Met name ook voor jonge mensen. Jonge mensen hier in Brabant, in de rest van Nederland, in heel Europa, om het verhaal van de Polen van toen niet te laten vergeten. Wij waren blij met de bevrijding door de Polen, maar de Polen konden uiteindelijk niet naar huis omdat het Russische leger dat Polen had bevrijd, zeg maar, de westerse geallieerden, dus de Polen die hier vochten, niet erkende. Ja, dat klopt. Het was natuurlijk best een teleurstelling voor de Polen die altijd het doel hadden hun vrijheidsideaal in Polen, tot in Polen te komen met hun ideaal. En dat is er niet van gekomen, omdat na de demobilisatie zijn ze over het algemeen niet teruggegaan. Grote delen wel die daar familie hadden. En anderen zijn teruggegaan naar waar ze, steden die ze bevrijd hadden, zoals Breda. Dus geen museum, maar echt een memorial, een gedenkplaats van een lastige bladzijde uit de Poolse geschiedenis. Het is, wat dat betreft is het gebouw, het memorial, een herdenking en een kenniscentrum. Ik moet wel zeggen, we doen natuurlijk een stukje museale invulling, hè, waarbij we toch ook een aantal dingen van toen laten zien, waaronder het uniform van generaal Maciek. Maar het gaat er met name om het herdenken en de kennisoverdracht naar de toekomst. Dat het niet vergeten wordt. Terecht.